Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door DJI, the future of possible. Als je het over drones of multirotors hebt, dan kun je de Phantom-serie van het Chinese DJI natuurlijk niet achterwege laten. De DJI Phantoms zijn misschien niet de goedkoopste keuze, maar ze zijn wel echt heel goed, heel compleet en er zijn een hele hoop originele uitbreidingen voor te krijgen. De versie die we in deze video bespreken is de DJI Phantom 1, samen met DJI's Zenmuse H3 2D tweeassige brushless camera gimbal voor de GoPro Hero 3 serie. Tuurlijk, de Phantom 1 is alweer een poosje opgevolgd door de Phantom 2 en de Phantom 2 Vision serie, maar de Phantom 1 heeft toch iets dat de opvolgers niet hebben. Hij werkt op gewone 3-cellen LiPo-batterijen, in vergelijking met DJI's eigen intelligente Smart Battery, die bijna 5 keer meer kost en alleen door DJI gemaakt wordt. Voor heel veel mensen is dat dan ook de reden om bij de Phantom 1 te blijven. We hebben immers allemaal een hele berg gewone lipo's liggen voor andere modelbouw en om die reden bekijken we dankzij onze nieuwe samenwerking met DJI deze beproefde en bewezen Phantom 1. Dan het leukste moment, doosje uitpakken. Bovenop vinden we alvast de snelstarthandleiding en daaronder vind je je Phantom met al zijn benodigdheden. Eens kijken wat DJI er allemaal bij stopt. Dit doosje hier. Een balanslader voor de LiPo-batterij en zo te zien geschikt voor 1 tot 4 cellen, zelfs te gebruiken voor lifepacks en een instelbare laadstroom van 1, 2 of 3 ampère. Laden gaat via normale laadkabels met 4 mm banaanplugs en dus is dit de meest uitgebreide en de beste LiPo-lader die we ooit in een ready-to-fly pakket hebben aangetroffen. Je Phantom-batterij laat hij in 3 kwartier vol en hij is met andere laadkabels dus ook voor andere LiPo- of lifepacks te gebruiken. Verder in dat kleine doosje nog 2 voedingskabels voor de LiPo-lader, een Amerikaanse en een Europese, en nog eens 3 extra verloopstekkertjes naar Brits, nog een keer Europees en Australisch. Nog een USB-verlengkabel om de Phantom op de computer aan te sluiten, laten we zo even zien natuurlijk, en dan hebben we hier de meegeleverde LiPo-batterij. 3 cellen, 11,1 volt dus, met 2200 mAh capaciteit en een discharge rate van 20C. Er zit een XT60 stekker op en uiteraard de gebruikelijke JST-XH balansplug. Dan hier nog een standaard camerahoudertje voor een GoPro Hero 3 of Hero 3 Plus action camera. En dan het DJI Phantom quadrocopter frame. Het landingsgestel met hier aan dit pootje het digitale kompas. En het landingsgestel gaat met totaal 8 schroeven vast aan het frame. Uiteraard de zender om je Phantom mee te besturen. 2 velletjes bodystickers en natuurlijk de propellers, 2 setjes, dus dat is altijd mooi meegenomen. En tot slot een zakje wit tape en gereedschap. Als we nog even naar de zender kijken, het is een 7-kanaals uitvoering met de traditionele indeling met 2 sticks en bovenaan 2 keer 3 positieswitches. Achterop de zender zit de gimbal control handle en voor de zender zijn 4 AA batterijen nodig die niet in het pakket zitten. De linker switch op de zender heeft 3 standen voor Intelligent Orientation Control, oftewel IOC. Of is niks aan de hand. CL is Course Lock, dan beweegt de Phantom zich ongeacht de neusrichting gewoon de kant op van je rechterstick. HL is Home Lock, en met het terughalen van de rechterstick komt de Phantom dan altijd horizontaal richting de plek van waar hij is opgestegen. De rechter switch is voor de vliegstand. GPS is de GPS-stand. De GPS houdt de horizontale positie zonder stickinput vast, als ook de hoogte in samenwerking met de ingebouwde hoogtemeter. ATTI, of Attitude Mode, schakelt de GPS uit voor meer snelheid zonder positielok, maar de vlieghoogte blijft gestabiliseerd. Nog een keer ATTI doet hetzelfde, maar via de computersoftware valt in te stellen wat elke positie van de switch doet. Zo is er altijd nog een volledig handmatige modus en een failsafe waarmee de Phantom terugkeert naar de opstijgplek en automatisch landt. De failsafe treedt ook in werking bij signaalverlies of als je de zender uitzet. Oké, terug naar het frame. Alle DJI Phantoms hebben dezelfde maat, 35 cm van motoras tot motoras diagonaal, dus zogeheten 350 size X-type quadrocopters. Op de achterkant zit een grote en heldere meerkleurige LED die tijdens opstarten en vliegen al knipperend informatie doorspeelt.
Zo is groen een goede GPS-status en snel knipperend rood het signaal om te landen wegens een leegrakende batterij. Dit flatcable gear prik je in het digitale kompas in het landingsgestel en in deze arm hier zit een 12 volt lijn die je eruit kunt trekken om bijvoorbeeld je FPV videozender mee te voeden. Op elke arm treffen we een zilverkleurige brushless motor en op de voorkant achter dit dekseltje het batterijcompartiment. Daar weer een XT60 stekker en een korte USB-kabel. Veel te kort, dus vandaar die meegeleverde USB-verlengkabel om je Phantom op de computer aan te sluiten. En toen hadden we nog een klein pakketje, de DJI Zenmuse H3 2D. De tweeassige brushless gimbal voor je GoPro Hero 3 of Hero 3 Plus. De Zenmuse H3 2D wordt bestuurd door deze gimbal control unit, dus dat vraagt om wat gesoldeer en het doosje moet in je Phantom buizing worden opgeborgen. De montageplaat voor de gimbal met anti-jello rubbertjes. Dit stuk schroef je dus op de buik van je Phantom. Dan de beugel om je GoPro op zijn plek te houden en witte, zachtere anti-jello rubbertjes. Met nog een zakje iets stijvere grijze rubbertjes en de bekabeling om het geheel aan te sluiten, als ook de broodnodige schroefjes en boutjes voor de montage. Om de gimbal control unit aan te sluiten heb je een DJI Canvas port nodig, welke ontbreekt in de Phantom 1. Hier is dan nog een extra doosje voor nodig in de vorm van de DJI Power Management Unit, in het kort PMU versie 2. De PMU V2 verbind je met de flight controller en de gimbal control unit prikt in de canvas port van de PMU V2. Samen met nog een DJI IOSD Mini voor onscreen vluchtinfo voor FPV vliegen wordt het erg krap in je Phantom behuizing, maar met een beetje passen en meten krijg je de bovenkant nog netjes dicht. De IOSD Mini komt in een volgend item over FPV vliegen aan bod. Voor je kunt gaan vliegen, hamer DJI erop dat je je Phantom eerst met de computer verbindt en de gratis te downloaden Phantom Assistant software draait. In de software moet je namelijk eerst je IMU kalibreren. Je IMU is je Inertial Measurement Unit of meeteenheid en het gaat er dus hoofdzakelijk om dat de gyroscoop gekalibreerd wordt, opdat je Phantom weet wat recht is. Los hiervan wordt ook aanbevolen via de software de laatste versies van de firmware te installeren. In de handleiding vind je daarnaast de manier om het digitale kompas te kalibreren. Horizontaal draaien en verticaal draaien, ook wel het kompasdansje genoemd. Zo blijft de neus van je Phantom de juiste kant op staan en vliegt die dus in een rechte lijn vooruit. En over vliegen gesproken, dat is precies wat we nu van plan waren. En vliegen doen die Phantoms als geen ander. Wat een stabiliteit. En met heen en weer geschommeld zie je goed de werking van de Zenmuse H3 2D gimbal. Hij houdt de GoPro ongeacht de bewegingen altijd rechtop. Super stabiele beelden gegarandeerd. Daarnaast valt met de hendel op de zender de camera vrij te roteren. De rode ledjes op de voorarmen en de groene ledjes op de achterarmen zijn je oriëntatiepunten in de lucht. Een Phantom vliegt gewoon het lekkerst op de GPS-stand. Als je de sticks loslaat, dan wil hij altijd op dezelfde plek en hoogte blijven, wat het vliegen niet alleen eenvoudiger, maar ook stabieler maakt. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor je opname met de GoPro-camera. En dat zijn toch wel erg mooie beelden zo, vind je ook niet?
de DJI Phantom. Het is een wonderbaarlijk stukje speelgoed. Het vliegt stabiel, klimt probleemloos naar een meter of 300 en vliegt gerust een kilometer van je zender weg. Wel op je batterijtijd letten. Die is met een meegeleverde 2200 mAh accu zo'n 10 minuten. Wil je er wat extra batterijtijd uitknijpen, dan worden het betere batterijen. Deze jongens van Yellow RC bijvoorbeeld. 2700 mAh 35C packs. Ze passen net en de vliegtijd gaat richting een kwartier. Met de Phantom 1 heb je eigenlijk nagenoeg alles wat de Phantom 2 heeft. Alleen vlieg je dus op gewone, veel goedkopere lipo-accu's. Waar je er wellicht al een hoop van hebt, van heli's of vliegtuigen misschien. De laatste uitvoering van de Phantom 1 is voorzien van de NASA MV2 Flight Controller, dezelfde controller als van de Phantom 2, en een CAN-bespoort voeg je dus simpelweg toe met een PMU V2 unit. Daarbij is een Phantom 1 een heel stuk goedkoper dan een Phantom 2, dus geen wonder dat er nog genoeg mensen zijn die bij hun versie 1 vliegmachine zweren. Allemaal bedankt weer voor het kijken, vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal en graag tot ziens weer op rcblog.nl. Alle dank aan onze contacten bij DJI voor het toezenden van deze Phantom 1 met Zenmuse H3 2D Gimbal.